Je neemt het product mee naar de winkel en dan kan ze het ook weer beter verkopen. En dat werkt natuurlijk met online trainingen precies zo. Kijk, op het moment dat jij een online training bij iemand afneemt of dat nou online is of of één op één of whatever, en je gaat je daarin verdiepen. Neem je die kennis ook weer mee om je eigen product te verkopen? Dus ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ondanks dat mijn moeder natuurlijk dan het product van anderen verkoopt. Maar ze heeft het zelf ingekocht. En daarna denkt Marlies Dekkers: Ja, wat jij ermee doet, moet je zelf weten. Of je het verkoopt of niet. Maar jij hebt mijn product ingekocht. Nou, ja, zo werkt natuurlijk met online trainingen en online producten en dergelijke ook. En eigenlijk in elke branche. Dus je neemt het weer mee om je eigen product en je kennis te verkopen. Ik hoop dat je die, uh, die vergelijking snapt. Nou, ja, ik heb natuurlijk. Onwijs veel dingen hier uitgehaald voor mijn eigen business. Ik hoop dat doordat ik hier mee heb genomen. Dat je misschien zelf ook denkt van. Oh dit is cool en hier kan ik ook wat mee. En wat een leven is. En, en, maar die stekkers is gewoon een onwijs mooi merk. En ik vind het echt fantastisch hoe zij zichzelf in de markt zetten.